Ludovic Reis, hoe is het om eens met jongens van Ajax, Chelsea en Bayern München te spelen? Oh, ben ik nu al gewend hoor. Nee, maar zonder dolle. Het is leuk om met de jongens weer te zijn en weer met de jongens wedstrijden te spelen en te trainen. Dat is zeker leuk, ja. Ja, maar merk je ook dat het niveau veel hoger ligt dan? Nee. Ik denk bij Groningen is het niveau ook heel hoog. Dat is natuurlijk de top van Nederland. En hier bij Nederlands elftal, alle jongens die, vanaf de onder 19 die het goed doen bij hun eigen club, die worden opgeroepen. En je ziet ook dat we echt een hele mooie ploeg zijn. Vandaag weer gewonnen, de tweede wedstrijd. Het gaat goed, hè? Gaat zeker goed, ja. Jazeker. Ik kijk, kwalificatie heel belangrijk, denk ik. 2-0 winst. Ja, eigenlijk nog een magere afspiegeling van de kracht, maar vooral de eerste helft, denk ik. Ja, de eerste helft kwamen wel beter uit de voeten, vond ik. Meer aanvallende acties en combinaties. Maar in de tweede helft laten we net als zien wat we eigenlijk tegen Wils ook lieten zien. Wat als verdediger en die lange bal, we gingen ook weer de lange bal spelen en wat aanvallende wissels. Dus. Maar ik denk, die 2-0 is gevallen. Dus gelukkig weer dat we die drie punten hebben. Dus dat is mooi. Ja, maar van de week kwam de 1-1 in de laatste minuut en nu de 2-0. De bevrijdende 2-0, denk ik. Ja, zeker. Nee, zeker bevrijdend. Gewoon die penalty goed inschieten. En dat is alleen maar lekker voor ons, ja. Als je kijkt naar het team van jullie, ontzettend veel talent. Maar ook heel veel frivol, te zelfzuchtig soms, te mooi willen doen. Ja, dat is toch de jonkheid, denk ik, hè? Nee, vind ik niet. Nee, ik vind die jongens laten gewoon hun kwaliteiten zien waar ze gewoon goed in zijn. En soms kan het misgaan. Maar dat is voetbal. Niet elke actie lukt. Maar dat is geen free fall of zoiets. Dat vind ik echt niet. Nee, maar dat bedoel ik van. Dat is de jonkheid, denk ik. Dan moet er, op later leeftijd moet dat eruit, die frivoliteit. Ja, frivoliteit. Ik denk niet dat het frivoliteit is. Ik denk dat het gewoon kwaliteiten zijn van de spelers die hun hebben. En sommige spelers hebben veel meer risico dan de anderen. Maar goed, dan moet je daar weer op anticiperen en erop gaan spelen. Maar ik denk, zulke jongens die worden later groot en gaan veel meer bijleren. Dus dat komt allemaal wel goed, denk ik. Wat zegt de trainer in de rust tegen jullie na zo'n wedstrijd, na zo'n eerste helft? Goed uit de kleedkamer komen. Niet zo uit de kleedkamer komen hoe we tegen Wils uit de kleedkamer zijn gekomen. En vooral belangrijk dat we onze ding blijven doen. En vooral die tweede snel binnen schieten, ja. Tweede helft was toch meer een evenwicht, vond ik. Slovenië, maar de beste kansen waren toch voor jullie. Nee, klopt. We hebben weer een heel aantal veel kansen gekregen. Dus. En die moest er eigenlijk gewoon eigenlijk in. Jammer dat we onze kansen eigenlijk niet afmaken. Dus, ja. We kijken terug op je eigen spel. Heel goed. Ik heb een lekker gevoel aan de wedstrijd overgehouden. En de drie punten zijn erbij. Dus ik hou alleen van winnen. Dus dan. Nee, maar zonder dolle. Ik heb ervan genoten. En nu op naar de volgende wedstrijd. Ja, want je speelt echt heel controlerend, maar ook heel veel aan de bal. Hè? Heel weinig balverlies. Nee, klopt. Het gaat lekker. Ik moet het gewoon volhouden als ik terugkom bij Groningen. Het doel voor mij om die lijn door te trekken, ja. Denk dan even tegen Spanje. Gelijkspelletje heb je genoeg aan, hè? Gelijkspel is genoeg, ja, klopt. Maar we moeten gewoon voor de winst gaan, dat is het belangrijkste. Maar als we gelijk spelen is ook een resultaat, dus dan gaan we ook door. Dus beide mooi. Tot dinsdag. Tot dinsdag.